vlakbij de snelweg. Daar is een prachtig veldje. Daar zijn ineens heel veel honden. Daar ontmoeten we Edith Stegeman en die gaat wat vertellen over haar stichting De Lijn. Ja, nou ja, niet mijn stichting De Lijn, maar inderdaad van ons. Sinds 1987 zijn we een stichting. En dan geven wij les aan ongeveer 130 cursisten per 3 maanden. Dus van jongs, van puppy tot wat oudere honden. En dan nu ook met kinderen, dat is dus sinds kort. En ja, we doen projecten op school en met hondenpopbeleid zijn we mee bezig geweest. En ja, we doen veel werk voor de honden en om een sociale en rustige hond te krijgen zonder te veel incidenten. Die er jammer genoeg vaak zijn. Want er zijn veel honden. Nou, ik denk op 2 inwoners wel 1 hond. Denk ik sowieso hier in de buurt wel, ook met de boerderij en alles erbij. Maar het is veel, ja, klopt. Dus het is nodig om de mensen wat meer bij te brengen van hoe ze met een hond moeten omgaan. Ja. Je merkt toch dat heel veel mensen nog wat denken in de oude manier, zeg maar. En dat geeft ook niks. Maar goed, je hebt nu ook zoveel programma's op televisie erover. En mensen gaan zich meer verdiepen. En ja, wij zien hier ook bij Trainen Positief. En dat houdt dus eigenlijk in dat we niet te veel corrigeren. Want we proberen iedereen een beetje de hondentaal te leren. En het leren lezen van een hond eigenlijk. En zo een goede band op te bouwen voor een sociale hond. En vooral in het dorp is dat ook hard nodig, vind ik. We zagen je bezig met een groep kinderen. Dat was een speciale cursus. Ja, dat klopt. Dat doen we. Dit was de eerste keer, zeg maar, de eerste 3 lessen. En er was ook vraag naar vanuit ouders. En wij doen dit al op scholen, gewoon een jaar of 4, dat we projecten doen, kind en hond. Met als doel om kinderen te leren hoe wel en juist niet om te gaan met een hond. Dus om te voorkomen dat die hond moet gaan bijten. En om kinderen en ouders wat meer bij te brengen daarover. Hoe een hond denkt, wat een hond vertelt met zijn staart, met zijn ogen, met zijn hele houding. En het is gewoon erg leuk. Kinderen zijn heel puur en pakken dat goed op. Ja, en ik hoor van ouders ook terug dat ze ook echt niet anders hoeven doen dan dat wij hier verteld hebben. Dus het draagt zich lekker door en daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, want het werkt, hè? Ja, als je de kinderen de kneepjes een beetje kunt leren. En die zijn ook heel puur nog, dus dicht bij de hond, vind ik. En die kun je ook goed bereiken. Nou, en die dragen dat ook door. Dus die vertellen ook als je binnenkomt van mama, niet aaien als de hond springt, maar stil blijven staan. Nou ja, dan geef je dus ook de hond een duidelijke roedel in huis, een duidelijke rangorde mee. Om te voorkomen dat een hond onzeker moet worden of iemand terecht moet gaan zetten. Wat we dus erg graag willen voorkomen. Je zou dus in een klas een kind ook nog wel iets bij kunnen leren over een hond als het niet eens een hond heeft. Klopt. Nee hoor, in de schoolklasse waar we komen zitten 30 kinderen. Nou, dan hebben er misschien 4, 5 geen hond. Dus de rest heeft meestal allemaal wel een hond. Maar het is dan ook een stukje leren van jezelf. Dus als je boos kijkt, want dat kunnen honden dus ook. Dat gaan we ze dus ook vertellen. En wil je dan wel of geen aandacht? Dus het draagt zich breder dan alleen maar puur kijken naar een hond en hondengedrag. Maar ook zegt het ook iets over jezelf. Jullie kinderen volgen deze cursus. Heb je er nou ook baat bij? Ja, er is altijd baat bij. De kinderen leren met de honden om te gaan. Hoe ze moeten reageren en alles. En hoe gaat dat er thuis dan uitzien als die kinderen deze cursus gedaan hebben? Zijn ze dan wijzer? Zijn ze niet meer bang? Hoe zit het? Nou, ze worden er veel wijzer van. In het begin hadden we nog wel eens, dan was ons zoontje met de hond aan het spelen. En dan moest ik vaak zeggen van stop nou, want hij vindt het niet leuk meer. En dat leren ze nu herkennen. Klein beetje de taal van de hond. Nu zegt hij soms zelf van, ik stop, hij vindt het niet leuk. Dus dat leren ze ervan. Kan je dat thuis niet die kinderen bijbrengen? Nou, op zich wel, maar thuis is vaak vader of moeder de baas. En dan mogen de kinderen zich er vaak niet mee bemoeien. Dus dan hier zijn de kinderen de baas, dus leren zij precies... En hoe dat gaat en waar ze op moeten letten. Je bent erg tevreden over deze cursus. Ja, erg leuk. Ja, heel leuk. Ja. Ik dacht dat je een diploma had, maar dat is het niet. Nee, een huiswerk. Huiswerk? Ja. Kan je een klein beetje zeggen wat het huiswerk voor de volgende keer is? Nou, er staan allemaal dingen op en die moet je dan oefenen.
En doe jij dat ook? Ja. Ja. En de volgende keer wordt dat ook nagekeken, dat huiswerk? Ja. Ja. En wat noem eens een voorbeeld van huiswerk? Als je moet vorige week moesten zit leren. En nu moeten we met het fluitje oefenen. En dat huiswerk wordt nagekeken of je het goed geleerd hebt met de hond? Ja. Ja. Wat vind je van deze cursus? Leuk. Ja, waarom? Dat je van allerlei leuke dingen met de hond doet. Dingen die je anders misschien nooit geleerd had? Nee. Nee. Hoe heet je hondje? Rex. Rex. Rex heeft een goede baas, denk ik. Ja. Wat vind jij van deze cursus? Wel leuk. Ja. Wat leer je ervan? Veel dingen. Zoals? Commando en dan zeg je zit. En af. En als je maar een halsband moet pakken, dan moet je ook iets goed doen. Met twee handen. En dan moet je twee brokjes hebben. En aan je neus plakken, een brokje. En toen jij deze cursus nog niet gedaan had, kon jij toen wel goed met je hond omgaan? Wel, dat wel. Maar nu? Ook wel. Ja. En leer je lang met op dat huiswerk? Denk het wel. Hoe heet je hond? Bruno. Bruno. Hey Bruno, zeg eens wat. Leuke les? Hij zegt niks. Dat een kind bang is voor een hond, dat merk je wel eens. Maar hoe komt het eigenlijk dat een kind bang is voor een hond? Van nature zou je dat niet denken. Nee, dat klopt. Maar van nature, ik bedoel, ik denk ook dat kinderen heel graag willen knuffelen en heel graag willen paaien en vasthouden. Nou ja, dat kan niet altijd met honden. Dus honden waarschuwen dan en kunnen ineens gaan bijten. En dan is dat nog een beetje een taboe, dat dus slechtigheid is van de hond. Nou, en wij vinden dat de hond daarmee een signaal afgeeft, die vertelt iets. En het is niet per se dat die hond dan afgemaakt moet worden, maar dan moeten de mensen begrijpen wat voor signalen die hond laat zien. Of die iets fijn vindt of niet fijn vindt. En dat is van heel groot belang voor kinderen. En ja, wij doen ook mensen helpen inderdaad met hele bange kinderen. Dan gaan we daar naartoe met ons kleine witte hondje wat je hier net zag. Die is heel onderdanig en heel laag. En nou, dan proberen we het kind ook weer wat rustiger te laten worden in het bijzijn van een hond. Of bij kinderen met een bijtincident, dus die gebeten zijn. Daar gaan we dan naartoe. En dan zijn we een week of 4, 5 mee aan het werk. En dan zijn ze iets zekerder in een relatie met een hond. Dan rennen ze niet weg, wat niet de bedoeling is. Maar dan gaan ze staan als lantaarnpaal. En ja, dan krijg je dus niet die najaagpraktijk. En zo leren ze dus eigenlijk de hond lezen en ook vertrouwen te krijgen in het vertellen wat je met je houding kunt doen naar een hond toe. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zouden dat kunnen moeten leren. Ja, nou ja, dat doen we hier dus ook met de volgende groep inderdaad. We geven ook les veel aan volwassenen natuurlijk. Want kinderen eigenlijk deden we niet. Pas vanaf 16 zo, want dan kon je ze wat pakken. Want het waren toch wat moeilijke lessen. Maar ja, dit zijn echt lessen gericht op kinderen en veel doen en ook spelende wijs. En nou, dat doet het goed. Ik word er erg blij van, moet ik zeggen. Ja. Het was ook enig om te zien. Maar Edith, je hebt hier een prachtig veldje. Maar ik hoor dat dit niet meer zo kan blijven. Nee, de gemeente die wilde het toch allemaal gebruiken om voor sportvelden, dus hockey en een atletiekbaan. En ja, wij horen niet op een sportbaan, een sportcomplex te zitten. Het is natuurlijk ook wat overlast wat we hebben van het blaffen. Nou ja, goed, en dat is wel erg jammer, want het is een geweldig veld. En we zitten hier al meer dan 12 jaar op dit veld. Dus ja, dat zou jammer zijn. Maar ja, goed, we zijn bezig om dan een andere plek te vinden, samen ook met de gemeente. Maar ja, dit is een prachtig veld, ja. Want de gemeente zou er natuurlijk ook wel eens een beetje zijn best voor kunnen doen. Als ze dat willen. Want jullie zijn ook nog eens non-profit. Ja, wij doen dit vrijwillig. We hebben allemaal een opleiding gevolgd. Dit is ook een stichting. Dus ja, we verdienen hier niet wat mee. Maar voor de onderhoud, voor het veld en voor de kantine en dat soort dingen. En ja, we krijgen een benzinevergoeding eigenlijk. Maar dit is gewoon hobby. En we doen, dat doen we dus ook hobbymatig op scholen. En hobbymatig in een hondenpoepbeleid of wat dan ook. Dus maatschappelijk vinden wij ook goed bezig. En van belang voor het sociale gedrag van honden. En mensen naar elkaar toe in Raalte, Heino en omstreken.